Straks allemaal wel. En Marga van Praag, deze week werd namelijk bekend dat er een toneelstuk wordt gemaakt over de beroemde Joodse moppetapper Max Terjeur. Marga, is dat goed nieuws of is dat slecht nieuws? Nou, dat weet ik niet. Nee, dat mag allemaal. Nee, natuurlijk. Maar Max Terjeur? Nou, ja, kijk, je zei, je vat het een beetje kort door de bocht samen. Ja, deed ik expres. Ja, natuurlijk deed je dat expres. Kijk, ik ben geboren na de oorlog en mijn ouders, die hadden... Max van Praag? Ja, mijn vader. En, ook mijn moeder, Sari. Natuurlijk, maar jouw vader Max. En mijn oom, Jaap, die hadden een verschrikkelijke hekel aan die Max Terjeur. Die vonden dat een antisemietenkweker. Want hij praatte zo en hij... Hij bevestigde vooroordelen over Joden en hij zei wij hebben dit en dan bedoelde die een grote neus. Ja. Nou, die kwamen net terug uit die vreselijke oorlog, die hadden ze overleefd. Dat vonden ze verschrikkelijk. Ik zelf leefde mee met mijn ouders, dus ik vond dat als kind natuurlijk ook. Ja. Later dacht ik, ja, die humor, dat is ghetto-humor. Dat is humor van de underdog. Bram en Moos, Bram en Saar. Ja, maar dat is wel zo. Nou ja, ik zei vanmorgen, kwam ik iemand tegen en toen zei ik... Ik ga naar het Wereld Draait Door, ik ga nog even mijn haar feunen. Zeker. En toen zei... dank je, dominee. Fijn. Maar toen... Maar toen zei hij tegen, toen zei ik, ja, dat praten zo, zegt hij, oh, wij hadden dat wel heel erg leuk juist. En Joden praten toch altijd zo met consumptie en die praten toch zo. Kijk. Ik heb hem in zijn gezicht gespuugd. Ja, eigenlijk had ik het moeten doen. Ja. Verdorie, niet opgekomen. Maar die typische Joodse moppetapper viel binnen de Joodse gemeenschap eigenlijk helemaal niet zo goed. Nee, dat vonden ze, dat vonden ze niet leuk. Het was een wet. Ik wil niet zeggen dat Joden zelf in die tijd, mijn vader en mijn oom, die deden niet anders dan moppen vertellen. Ze lieten elkaar niet uitlachen. Ik zelf kan het ook, maar dat deed je om elkaar. Jij kan elkaar. Het ook? Ik kan heel goed moppen vertellen. Dan gaan we eerst luisteren naar een paar slechte grappen van Max Terjeur. Ja, met u wel. Maar ik wil nog even heel kort zeggen dat buiten de Joodse gemeenschap Max Terjeur ook niet gewaardeerd werd. De Goy. Oh nee? Nee, wij vonden het ook niet. Maar wie vond hem dan wel leuk? Want die man was hartstikke succesvol. Ja, ja, wie vond hem wel leuk? Dat is de grote vraag waar we mee zitten. Ja. Met de fragmenten. Ja, dit gaan we even naar kijken. Moos, die loopt in de Leidse straat met zo'n houtvat te rollen, weet je. 500 liter of wat. Bram, nou, toen zei Bram, Moos, ben je een wijnhandelaar? Zei Moos, maakte geen geintjes, maar erg genoeg. Een jaar geleden heeft de dokter gezegd, ik moet vandaag met mijn water bij hem komen. Saar zegt, wat is het leven toch eigenlijk gedaan? We zijn al 35 jaar getrouwd. Waarom breng je dan nooit eens een boeketje bloemen voor me mee? Moos legt zijn krant neer en zegt, geeft een visser wormen aan een vis die hij al gevangen heeft? Ja, het is ook wel... Een beetje geestig vond ik het wel. Nou, het probleem met mij is dat ik moppen nooit begrijp. Begrijpt u dit niet, dominee? Dit begrijp ik zelfs niet. Nee. Misschien dat het probleem is. Daarom bent u natuurlijk dominee geworden. Ja. Maar Marga van Praag, als Max Terjeur bij jullie en bij een heel groot ander deel van de Joodse gemeenschap niet goed viel, vanwege alle karikaturen die hij maakte, hoe vertel je dan, en ik hoorde je net, dacht ik zeggen, ik kan het ook goed. Nee, hoe vertel je een goede Jodenmop? Die moet gewoon heel erg kort zijn. Ja. En niet, want dat doen niet Joden. Die doen, nee, niet Joodse mensen deden vaak van ken je die mop? En dan zeggen ze nee, ken je die? En dan net fout. En dan vergeet nou ja, ze het moppen, kijk, het is ook ontroerend. Neem je aanloop? Ja, kom op. Nou ja, kijk, ik kan wel iets vertellen. Ik heb dat al eens eerder verteld. Mijn vader was heel erg ziek. Het heeft ook een kwestie van ad rem zijn, er nog even overheen gaan. Of een soort van... Het heeft ook iets treurigs in zich. Ja. Dat bedoel ik met dat... Maar vertel hem nou. Kom maar. Okay. Ja, mijn vader was heel erg ziek. Mijn vader was heel erg ziek, die lag op sterven. En ik zat bij hem en hij zei tegen mij... Is je moeder al met de appeltaart bezig? En er is een Joodse mop waarbij een zoon bij zijn vader op het sterfbed komt en dan zegt hij tegen zijn vader, vader, heeft u nog een laatste wens? Zegt die vader, ja, ik ruik dat je moeder in de keuken met de appeltaart bezig is. Ik zou zo graag nog een stukje willen. Nou, zegt die zoon, is goed, ik zal het even vragen. Komt hij even later terug, zegt hij tegen zijn vader, vader, het spijt me, het kan niet. Hij is voor na de begrafenis. Die begreep ik ook wel. En dat is bevrijdend dan ook. Ja, ja. Bevrijdend. Ja. Ja. Hij kon toen rustig sterven. Ja. Nou, ik vind het meer iets van onder ogen zien, overleven.
relativeren en dat soort. En dat zit, vindt u niet, Dominee? Ja. Nee, maar van je vader bedoel ik niet bevrijding, maar de mop zelf is natuurlijk bevrijding. Ja, van je vader is het juist de, een beetje het afscheid. Cynisme, maar ook het afscheid, maar wel ook helder denken op het laatste moment nog. Ja. Ja. Dominee, even...